Hallo en welkom weer bij een nieuw video -les van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar een oefen SO bij hoofdstuk 5, paragraaf 1, 2 en 3 voor VWO en HAVO uit het boek Pulsar. Uh, goed, ik heb zo'n wat vragen in elkaar gedraaid die op dit hoofdstuk slaan. En ik begin met vraag 1. 1. Jan Willem heeft net een nieuwe kampeerbus aangeschaft. Er waren verschillende redenen om dit te doen. Naast mooie surftrips wilde hij er ook in kamperen tijdens de wintersportweken. In zijn oude plan was. Of in zijn oude bus was dit plan een matig succes. Afgelopen jaar was het in Val d'Isère s'nachts min 18 graden Celsius. Leg uit of de volgende maatregelen... Of... Uh, leg uit welke van de volgende maatregelen tegen de kou telkens het beste plan is. Um, lalala, kijk, dat is de reden dat ik dit soort dingen altijd doorlees voor ik smaak. Uh, op een windere dag of een winderige avond de bus parkeren naast een paar grote sneeuwhopen, of in het midden van een parkeerplaats zo ver mogelijk van de koude sneeuwhopen weg parkeren. Nou, dan uh, kun je gaan afvragen: wat is het voor of wat is het nadeel? Um, maar als je dus ergens op een vlakte staat en je hebt ergens wat uh, sneeuwhopen staan en je kunt ervoor kiezen tussen of hier ergens gaan staan met een busje of hier ergens gaan staan met een busje, nou dan mag je ervan uitgaan, stel het waait, dan doet de wind als de wind vanaf deze kant komt waarschijnlijk. Zoiets. Die komt aan en die blaast over degene die hier staat heen. Dus hier is het, omdat het niet waait, nou ja, je kunt zeggen relatief warm, maar eigenlijk is het daar helemaal niet warm. Maar op die plaats zal er minder wind langstromen, dicht bij een obstakel. En als dat dus gebeurt, betekent dat er minder koude lucht. Langs de bus waait. Minder koude lucht die de bus aanraakt, betekent dat de bus minder sterk zal afkoelen. Dus dit is het geval waarin het lekker warm is. Um, dan hebben we natuurlijk vraag B. Um, bij B moeten we gaan kijken van oké, okay, alle dekens op grote hoop over je slaapzak heen gooien of de dekens te de tegen de ramen hangen als extra dikke gordijnen. Dus je mag er dus voor kiezen, je hebt een bus en dan heb je de binnenkant en dan hebben we nog een keer diezelfde bus en dan hebben we de binnenkant en in het ene geval ga jij hier ergens liggen. In een lekkere warme slaapzak en over die slaapzak daar gooi je nog een keer een heel grote dikke laag met dekens. Uh, of optie 2 is, jij gaat in die bus liggen. Oeps, dat zit nog net binnen het tekengebied wat ik heb, gelukkig. Dus optie 2 is, jij gaat in de bus liggen. Je pakt natuurlijk nog steeds die slaapzak over jou heen. Maar in plaats daarvan hang je langs alle wanden de dekens op. Nou, dan kun je je gaan afvragen, wat werkt nu het beste? Um, en daar zijn verschillende manieren voor. Je kunt zeggen natuurlijk: Nou, als we het zo doen, dan is het hier waarschijnlijk koud en dan is het hier sowieso lekker warm. De reden daarvoor is de warmte, um, geleiding uit de slaapzak of vanuit jou wel slecht plaats om te tekenen. Uh, de warmtegeleiding vanuit jou, de slaapzak uit, die wordt heel erg tegengehouden. Dus hier heb je het warm. Dus dit zou een goede reden kunnen zijn. Mogelijkheid nummer twee is: buiten is het nog steeds koud. Je hebt dingen langs de dingen of hier langs gehangen. Dus hier wordt het wat lauwer qua temperatuur qua temperatuur. Niet koud, niet warm, lauw. In jouw slaapzak is het nog steeds lekker warm, maar als we nu effectief gaan kijken, in het ene geval is het deel dat jij warm moet houden ongeveer zo groot. Dus jouw lichaamswarmte gaat over dit gebied. In het tweede geval kunnen we gaan zeggen, nee, mijn lichaamswarmte moet over dit hele gebied worden verspreid. En daarbij wat extra goed over dit. Maar het resultaat is dat je het hier waarschijnlijk warmer zult hebben dan hier. Klinkt apart. Je zou denken van, nou, de ramen isoleren, dan is het lekker die hele bus warm, is een goed plan... Kan ook een goed plan zijn als je de volgende ochtend je bed nog uit wil durven komen. Maar hierbij is het de redenatie die telt. Zijn meerdere antwoorden goed? Hebben we nog vraag C? Ik zal iets omlaag scrollen, dat je C ook helemaal nu kunt lezen. Um, een isolatiedeken met een glimmende kant tegen de ramen of een isolatiedeken met een glimmende kant... Naar binnen richten. Nou, ik teken maar weer even snel twee busjes. Dus ik heb busnummer 1 en ik heb busnummer 2. En jij zit hier binnen, lekker warmte te spelen. Dus up, hier zitten we twee keer binnen, lekker warmte te zijn. En jij zendt warmtestraling alle kanten op uit. Als we de glimmende laag aan de binnenkant van de bus hebben, dan weerkaatst de binnenkant van die warmtestraling de warmte natuurlijk weer naar binnen. Als we het aan de buitenkant van de bus hebben zitten, dan is er een redelijke kans dat de warmte, omdat die niet goed wordt weerkaatst, van jou al makkelijker de bus uitgaat. Kun ook nog zeggen, stel buiten is het onverwacht wat warmer geworden. In dit geval kan de warmte waarschijnlijk van buitenaf de bus in. In het tweede geval zal de warmte van buitenaf... ...weer... ...weer kaatst worden. Waarbij je dus kunt denken van nou... Uh, ...in het geval glimmende kant naar binnen gericht is het heerlijk. In het geval glimmende kant naar buiten gericht... Wordt het hier al snel een leuke ijskast? Dit was vraag 1. Ik ben Jan Willem van Voorberta. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.